6 april is een historische dag, omdat Nederland dan voor het eerst gebruik mag maken van het recht om bij referendum een uitspraak te doen volgens de nieuwe wet op het referendum. Voor het eerst, want in 2005 was er een, een speciale wet en nu is het echt een gewone wet geworden, die maakt dat het referendum tot de democratische gereedschapskist van de Nederlandse kiezer behoort. Ik ben ervan overtuigd. Dat de kiezer in ruime mate zal opkomen. Ik ben er ook van overtuigd dat de kiezer na zich ook maar een beetje te hebben verdiept nee zal zeggen tegen een verdrag met Oekraïne. Omdat we Oekraïne heel goed kunnen helpen zonder een associatieverdrag. Dit verdrag is namelijk veel meer dan een handelsverdrag. Het is een politiek verdrag waarbij we heel Oekraïne binnen de Europese invloedssfeer halen. En waarbij we de bevolking van Oekraïne die nu nog verdeeld is over dat vraagstuk, verder tegen elkaar opzetten. En dat zal erin resulteren dat de strijd, die nu al meer dan 9000 slachtoffers heeft gemaakt, dat die strijd opnieuw en verhevigd zal opladen. En daar, vind ik, moeten we in Nederland, voor zover we dat kunnen en mogen, nee tegen zeggen. Dus op 6 april zal ik tegen het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne stemmen.